Ja, ik was dus laatst met een makker van mij aan het bellen en die zei: Nou, ik ben af en toe best wel trots op jou, want bladibladibla, dit en dat, zus en zo. En je hebt best wel wat volgers. Dus ik zeg: Pardon? Hij zei: Nou ja, je hebt best wel wat volgers, daar mag je best trots op zijn. Toen dacht ik bij mezelf: waarom is dat een maatstaf dan? Dat je daar is dat een prestatie? En zei hij, ben je niet goed? Weet je hoeveel mensen een moord doen voor 20.000 volgers? Toen dacht ik van, hè? Is dit nou serieus? Ben je nou serieus? Dus dat mensen dan dat ook echt een reden van bestaan is. Het aantal volgers. Dat je dit doet met de intentie om zoveel mogelijk volgers te genereren. En dan vaak veelal nog niet eens met shit die je zelf maakt. Maar gewoon met gejatte filmpjes en foto's. Dan ben je echt kankersneu bezig. Dan mag je jezelf echt wel eens achter de oren krabben van wat de fuck je nou eigenlijk aan het doen bent op aarde. Behalve volgers. De jachten naar de volgers. Nee. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Ik heb de grootste lol als ik die filmpjes maak. En ik hoop altijd van ganse harte dat het terecht komt. Ja, bij zo'n SBS 6 kijken, de RTL 4. Linda de Mol, kut, weet je wel. En die dat dan ziet en die bij zichzelf denkt van, wat is dit voor staatsbochel? Wat is dit voor kankeridioot? Weet je wel? Helemaal in shock achterlaten. Ja, dat hoop ik altijd. En dan heb ik de meest. Dan lig ik helemaal plat. En dan ga ik stuk, zoals jullie dat zo mooi zeggen. Ja, heerlijk. En dat moet de enige reden zijn waarom je iets doet, omdat je het leuk vindt. En niet voor de fucking aantal volgers. Yo, weet je wat? Nu heb ik er 20.000 en als ik er dan 30.000 heb, ben ik dan toffer of zo? En elke volger is toch even belangrijk, of je er nou één hebt of 1 miljoen. En dan heb ik 1 miljoen volgers en dan? Is er dan geen oorlog meer op de wereld? Is er dan geen honger meer? Is mijn leven dan beter? En als je dan 1 miljoen hebt, dan wil je er 2 miljoen en dan wil je er 10 miljoen. En dan wil je er 8 miljard. Weet je, iedereen moet jou volgen op aarde, want je bent zo fucking interessant en boeiend. Iedereen moet jou volgen. Kanker op, man. Die onzin. Weet je wat jullie doen? Ontvolg me massaal. Ontvolg Vincent. Allemaal. Kijk hoe tof ik dan nog ben. Hallo.